Hallo, zo ben je bij Rick Serpentgameplay. Welkom bij deze video waar ik wat kleine dingen vertel die gaan veranderen op mijn kanaal. Schrik niet, het zijn geen grote dingen, het zijn wat tijdelijke, korte, kleine dingetjes en wat dingetjes betreffende series. Eerst dit. In totaal zijn mijn video's nu meer dan 8 miljoen keer bekeken. De eerste doelstelling die ik had op YouTube was 100 abonnees halen. En toen ik dat eenmaal heb gehaald, na een gigantisch lange tijd... Wacht, ik ga dit laten zien, dit is echt zielig. Ik hoor mensen wel eens praten over, ja, de abonnees gaan langzaam. Moet je zien, moet je zien. En dan, dit is natuurlijk goed, hè. Hier, 724 op een dag. 671, maar dan moet je dus hierheen. Pak je dit stuk. Moet je zien. Ik ging soms met 0 abonnees voor 2 dagen. En dan kreeg ik er 1, 0, 1. En er zijn nu kanalen en die krijgen 10 per dag. En die vinden zichzelf helemaal zielig. Je bent echt zielig, man. Ja, zo kun je ook beginnen met je kanaal. En mijn reacties waren echt 00001. Ik kreeg gewoon... Je had gewoon iedere video de kans om first te zijn. Laten we het zo zeggen. En mijn watchtime in totaal wil ik even laten zien. Eens even kijken hoor. Watchtime, views. Watchtime is nu 108 jaar bij elkaar. Dat is natuurlijk ook wel een leuke milestone. Daar wil ik het niet over hebben. Zoals sommigen van jullie weten heb ik volgende week 1,5 of 2 weken, ik weet niet eens lang, toetsweek. En dat is voor mij nogal kut, want ik moet echt even overgaan dit jaar. Dan ga ik naar Rusland en dan ga ik op kamers. En als ik dat niet doe, dan is mijn hele jaar zo'n beetje verkloot. Dus, die week, ik wil wel eens nog gaan uploaden, anders vind ik het zo jammer voor jullie. Ik ga 1 video per dag uploaden, waarschijnlijk gewoon de 2 uur video, maar het kan ook ergens later in de dag zijn. Dan weet u dat alvast bij deze. Een ander iets wat ik nog wel meldde is gewoon qua series. Het probleem is, ik weet, ik heb veel te veel series. Ik kan het even laten zien bij playlisten. Ik heb heel veel series die, waar ik niks mee doe of weinig. Zoals Tomb Raider doe ik nu eventjes niks mee vanwege copyright. En ik weet dat het voor heel veel mensen irritant is dat je een serie leuk vindt en dat ik er niks mee doe. Maar ik heb gewoon zoveel series tegelijk momenteel. Ik ga beloven, alles wordt een keer afgemaakt. Dus wees niet getreurd als het een opeens het ander verdrijft. Zoals de laatste tijd, rollercoaster vinden jullie gigantisch leuk. Nou, dat vind ik zelf ook fantastisch om op te nemen. Dus daar ben ik lekker mee aan het knallen. Daar heb ik al 8 afleveringen van in totaal nu. Er staan er 4 online. Oh, 5 trouwens. 5 moet nog in de playlist. Maar ik heb er al veel meer op voorraad. Stuk of 4 nog. CommunityCraft is niet meer iedere maandag, woensdag, vrijdag. Het wordt gewoon een willekeurige upload. Ik ga hem soms om 9 uur doen. Om toch een beetje de extra upload te houden. Maar soms als ik echt geen andere video's heb, zal ik hem gewoon als tweede video doen. Aankomende 1,5 week. Dus na maandag 1 video per dag. En daarna ga ik gewoon weer 2 video's doen. Als je dat jammer vindt, ik heb dit al zo vaak gezegd. Maar het is gewoon een hele goede tip, weet je. Als je kijker van mij bent die niet genoeg kan krijgen. Deze thumbnail is trouwens wel fantastisch over baby's eten. Ja, dat is een fantastische. Wat ik nog wel zeg is, ik ga nu een nieuwe serie opnemen. Dus daarom dat ik een beetje op die series kom. Ik ga God of War 3 doen. Echt een fantastische game. Nederlandstalig speel ik hem natuurlijk. Net als alle andere games die een Nederlandse optie hebben. En met Nederlandstalig ben ik ook gesproken. Dat vind ik hartstikke leuk. Een Nederlandstalige verhaallijn. Daar volg ik hem ook nog een beetje, weet je wel. In het Engels dan praat ik er gewoon dwars doorheen. Wat ik wil zeggen is, als jij niet genoeg kan krijgen van mijn 1 of 2 video's per dag, moet je zien. Waar de fuck is die last? Hier. Iedere game die ik ooit gespeeld heb. Hier staat iedere game waar ik ooit een serie van ben begonnen. Er zitten dus ook de series bij die nog niet af zijn. Maar de grootste deel van deze series zijn al af. Kies er wat uit. Nee, blader er doorheen. Stop. En zo. Hoppakee. Nou, hier. Mario vs. Donkey Kong. Dat is toevallig eentje die ik niet heb uitgespeeld. Dat is heel erg ongelukkig. Serpent of Isis. Toevallig mijn eerste serie. Nou, scroll. Nazi Zombies. Nu momenteel bezig. 50 afleveringen. Harry Potter en The Deathly Hallows Part 1. Uitgespeeld. Even kijken of ik nu nog een beetje heb uitgespeeld. Mijn monteur, recht door zee. Niet uitgespeeld, maar dat is een aparte reden. Ik tel hem als uitgespeeld. In ieder geval, bedankt voor het kijken voor deze kleine update. Onthoud dus, komende week iedere dag maar 1 video. Maar, ik heb 1600 video's aan hele series van sommige games, al 50 afleveringen. Duik er eens in, pak een willekeurige game die jij leuk vindt of die jou leuk lijkt. En kijk of ik het ook leuk beschrijf met mijn fluwelende stem. Dus ja, schrik niet als in één keer een nieuwe serie er is en dacht, oh nee Rick, hoe durf je? Het goede is, ik moet nog maar 1 aflevering, Everything or Nothing, dus ik heb ook alweer een serie afgesloten. Yay! Voor de rest ben ik momenteel Mirai Nikki, of ik weet niet eens, hij eindigt op Nikki. Goed genoeg, het is, wacht, ik tik het in, Future Diary. Voor een voortzetting op de mensen die heel erg fan zijn van Death Note. Mirai Nikki heet het, hele awesome serie, zeker checken. Mirai Nikki. Dus, ja, het is een beetje Death Note-achtig, een beetje een mindgame, maar ook weer helemaal niet. Dus ja, volg me ook op Twitter. Ik ben Rikkel de Shuckle. Dat moest ik even kwijt. Kijk die header, kijk die header. Een CommunityCraft geïnspireerde header. Normaal ben ik niet zo van de Minecraft headers, maar deze verdiende dit momentje. Bedankt voor het kijken voor deze update. De header wordt ook gewoon de thumbnail. Een fucking functioneel plaatje, dat ding. In ieder geval bedankt voor het kijken van deze update video. Hopelijk begrijpen jullie dat ik eventjes mijn best moet doen voor mijn toetsweek. En ik zou het heel fijn vinden als jullie nog eventjes lekker wat video's uit mijn alle game afspeellijsten keken. Want het is heel raar, mensen de hele dag, yes, een nieuwe video van Rick. En ik denk, maar ik heb er toch 1600. Waarom zou je wachten op een nieuwe? En weet je, de gemiddelde oude video van mij wordt 50 keer bekeken in de maand. Vind ik toch leuk, weet je wel. Het is zonde als ik nu een video maak en ik weet, ja, over een maand kijkt er toch niemand meer naar. Ik word alleen vandaag en morgen gekeken. Toch leuk om te zien dat er nog mensen zijn die de moeite doen om oude dingen te kijken. Nu ga ik opnemen voor God of War 3. Die game is zo episch, geloof me. Ik denk mijn favoriete PS3 game. Hoe durft hij dat te zeggen? Oké, misschien is het Uncharted 2. Ik twijfel. Oké, in ieder geval bedankt voor het kijken voor deze update. Ik ga misschien ook zo wat Last of Us en Uncharted opnemen, maar ik kan niks beloven. Hangt er vanaf hoe leuk God of War is. Speciaal voor jullie volg ik nu Visas. Want Visas is ook best wel awesome. Bedankt voor het kijken voor deze video. Dit is mijn Twitter timeline. Ja, als er een piemel tussen zat, was ik nu van Twitter af. Of van YouTube eigenlijk. Bedankt voor het kijken in ieder geval. Want een rare update video. Waarom duurde het 6 minuten? Dat is helemaal niet handig. Doei!